Zoals we in de introductie al hebben gezien, is het steekproefgemiddelde zelf een toevallig veranderlijke. Dat zal variëren van steekproef tot steekproef. En daar zit dus ook onzekerheid op. We kunnen dit nog eens illustreren met een simulatiestudie waarbij we heel veel verschillende steekproeven nemen uit een groot experiment. Hier gaan we opnieuw de NAMI-studie gebruiken. Dus we gaan een gelijkaardig experiment, simulatie-experiment opzetten zoals we gedaan hebben in het eerste hoofdstuk. We zullen in dit geval 15 vrouwen selecteren uit de NAMI-studie. En we zullen dat, 50 keer, we zullen dat 50 keer gaan doen. En we hebben hier gekeken naar het directe cholesterolniveau. En we weten van de data-exploratie dat dat directe cholesterolniveau na LogTransformatie approximatief normaal verdeeld is. Dus als we dit gaan doen, kunnen we nu eens gaan kijken hoe het gemiddelde varieert van steekproef tot steekproef en hoe ook de gegevens variëren. En wat zien we? We zien effectief dat we steeds andere observaties gaan hebben voor elke steekproef. En we zien ook dat dat gemiddelde wat zal gaan variëren. En als we dat heel veel keer doen, bijvoorbeeld zeg nu 50 keer, dan zien we eigenlijk dat we 50 verschillende gemiddeldes krijgen en dat die gemiddeldes inderdaad mooi fluctueren rond dat populatiegemiddelde. Wat aangeeft dat dat steekproefgemiddelde effectief ondertekend is. Maar het is onzeker, het heeft een variabiliteit. En we moeten nu op basis van één enkele steekproef die variabiliteit van dat steekproefgemiddelde in kunnen schatten. Hoe doen we dat? We gaan hier opnieuw aannames moeten voordoen. En de aanname die we gaan moeten doen is dat die data afkomstig zijn van onafhankelijke personen. Dat is nodig om een schatter te krijgen voor onze variantie van ons steekproefgemiddelde. Wat gaan we daarvoor moeten doen? We weten dat we de variantie willen berekenen van het steekproefgemiddelde en dat is niets anders dan de variantie van de som van de individuele metingen gedeeld door n. Om nu verder te kunnen rekenen, zien we daar twee componenten. We tellen dus verschillende toevallig veranderlijken op. Dus we moeten weten wat dat de variantie is van de som van toevallig veranderlijken. En we gaan daar ook die elke toevallig veranderlijke vermenigvuldigen met een factor die gelijk is aan 1 over n. Dus we moeten twee zaken doen. En we gaan enerzijds gebruik maken van een eigenschap van variantie. Die eigenschap van variantie zegt dat de variantie van twee toevallig veranderlijken. Die lineaire combinatie daarvan, dus a maal x1 plus b maal x2, dat die variantie daarvan niets anders is dan a kwadraat maal de variantie van x1 plus b kwadraat maal de variantie van x2 plus 2 keer ab maal de covariantie van x1 en x2. Dus je ziet dat hoe dat die samen variëren, dat dat belangrijk is. Als de data nu onafhankelijk zijn, van elkaar, als x1 en x2 onafhankelijk zijn van elkaar, dan zal hun covariantie gelijk zijn aan 0. Valt deze term weg. Vandaar dat die onafhankelijkheid belangrijk is. Dus we gaan enerzijds die factor van 1 over n voorop zetten, dan krijgen we 1 over n kwadraat. En dan gaan we gebruik maken van het feit dat de variantie van de som gelijk is aan de som van de varianties als de gegevens onafhankelijk zijn. En dan hebben we de variantie van elke toevallig veranderlijke voor elke persoon in de steekproef. En dat is niets anders dan de sigma kwadraat. Dus we zien dat de variantie op het steekproefgemiddelde de variantie is in de populatie gedeeld door n. Dus je voelt aan dat we daar twee aspecten hebben die belangrijk zijn. Hoe variabel zijn de gegevens? Dat ligt vast. Dat hangt af van de populatie. En hoeveel observaties hebben we in de steekproef? En dat hebben we in de hand in de designfase. En we zien hoe meer observaties in de steekproef, hoe minder variabiliteit dat steekproefgemiddelde gaat hebben. Hoe minder dat zal variëren van steekproef tot steekproef. Wat ook logisch is. Heel vaak gaan we ook werken met standaard deviaties. Dat is de vierkantswortel hiervan. En de standaard deviatie is niets anders dan de standaard deviatie in de populatie gedeeld door de vierkantswortel van n. Dus die standaard deviatie. Die wordt kleiner met een factor van vierkantswortel over n. De standaarddeviatie op een schatter, op een steekproefgemiddelde bijvoorbeeld, wordt ook een standaard error genoemd. Dus sigma over vierkantswortel n is de standaard error die capteert hoe onzeker die gegevens zijn.
We gaan dit nu eens illustreren voor het kartoffelvoorbeeld. En dan krijgen we het volgende. We hebben 15 observaties. Moesten we de werkelijke standaarddeviatie in de populatie kennen, dat zegt dat die 9 zou zijn, 9 mm kwik, dan zouden we de standaard error kunnen berekenen op basis van een steekproef van 15 observaties. Dat is niets anders dan de standaarddeviatie in de populatie gedeeld door de weerstandswortel van 15. Dat is 2,32. In de realiteit, dan kennen we die standaarddeviatie niet in de populatie. En die gaan we ook schatten op basis van de steekproef. Op basis van de steekproef standaarddeviatie. Dus we zien dat de standaard error die we krijgen voor ons captopril voorbeeld, wanneer we ook de standaard deviatie schatten, dat dat gelijk is aan 2,33. Heel vaak is het voor studenten verwarrend om het verschil te kennen tussen de standaard deviatie, wat een maat is voor variabiliteit in de steekproef, en de standaard error, wat een maat is voor de variabiliteit van de schatter van het steekproefgemiddelde bijvoorbeeld. En om dat te illustreren gaan we opnieuw gebruik maken van simulatie. We gaan nu steekproeven simuleren uit de Amerikaanse populatie van steekproefgrootte 10, steekproefgrootte 50 of steekproefgrootte 100 en we gaan dat opnieuw heel veel keer doen. We gaan voor elke steekproef het gemiddelde berekenen, we gaan voor elke steekproef de standaarddeviatie berekenen en voor elke steekproef de standaard error, de onzekerheid op dat steekproefgemiddelde. En we gaan dat dus heel veel keer doen. En we gaan eerst eens gaan kijken naar die gemiddelde zelf. En dan zien we effectief dat dat gemiddelde op basis van een steekproefgrootte van 10, dat dat veel variabeler is dan dat gemiddelde op basis van 100 observaties. Maar we zien wel dat die metingen steeds rond de werkelijke populatie gemiddelde gaan, dat die schatters rond het werkelijke populatie gemiddelde gaan variëren. Dus we zien effectief dat ze onvertekend zijn, maar hoe meer observaties we hebben, hoe minder ze variëren en hoe stabieler ze zijn. Dat is logisch. We kunnen nu eens hetzelfde gaan doen voor de standaarddeviatie. Dat is, de standaarddeviatie is de maat voor variabiliteit in de populatie. Wat zien we? We zien dat al die standaarddeviaties opnieuw fluctueren rond dezelfde waarde, namelijk de werkelijke standaarddeviatie in de populatie. Dat is ook logisch. Die variabiliteit in de populatie gaat niet veranderen omdat we daar 100 mensen uit zamelen. Wat wel verandert, is dat we opnieuw zien dat ook die standaarddeviatie veel nauwkeuriger kan worden geschat in een grote steekproef. Het laatste wat we nu gaan bekijken is die standaard error. En die standaard error is de onzekerheid op dat gemiddelde. En daar zien we heel duidelijk dat die onzekerheid op dat gemiddelde heel sterk gaat dalen naarmate de steekproefgrootte vergroot. Dus die standaard error neemt af naarmate de steekproefgrootte vergroot. Dat is heel duidelijk en heel belangrijk en dat hadden we eigenlijk ook gezien in die originele plot. Van die gemiddeldes. Die gemiddeldes variëren veel minder, dus die onzekerheid zal lager zijn en dat wordt weergegeven in die standaard error. Dus knoopt het goed in je oren. De standaard deviatie in de populatie die blijft altijd gelijk, we samplen uit dezelfde populatie, maar de standaard error die hebben we onder controle door meer observaties op te nemen in de steekproef. En die standaard error die neemt af met een factor van de vierkantswortel van het aantal observaties. Dus hier als we het verschil gaan bekijken, hebben we hier 10 keer meer observaties in de grote steekproef. Dus zal de standaard error met een factor van de vierkantswortel in kleiner zijn. Of kleiner worden. In een volgende clip gaan we het nu hebben over de verdeling van dat steekproefgemiddelde. Want dat is ook belangrijk. We weten nu dat dat steekproefgemiddelde als gemiddelde de populatiegemiddelde mu heeft. En we weten dat dat steekproefgemiddelde als gemiddelde, ja, als variantie of als standaarddeviatie de standaard error heeft. Dus we hebben eigenlijk twee maten. Een maat voor het gemiddelde en een maat voor zijn standaarddeviatie. Voor zijn standaarddeviatie of standaard error. En nu is het wel eens interessant om te gaan kijken hoe dat steekproefgemiddelde mogelijk verdeeld zou zijn.